De dode man die donderdag is gevonden in de Wilhelminahaven achter de Gamma is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat zegt de politie. De brandweer was 's ochtends gewaarschuwd dat er iets in het water dreef. Dat bleek een lichaam te zijn. Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd.